Maaike, is er in Amsterdam veel te doen om straatnamen op Eiburg? Ja, de ruzie over de straatnamenpolitiek van burgemeester Femke Halsema die loopt ontzettend hoog op. En nu zo hoog zelfs dat het erop lijkt dat de straten in een nieuwe wijk in Eiburg binnenkort een nummer krijgen in plaats van een naam. Er is een speciale commissie die voorstellen doet voor die straatnamen. Die wilde de namen vernoemen naar zeehelden. Nou, Femke Halsema vond dat er al genoeg straten vernoemd waren naar witte mannen. Ook een suggestie voor internationale dansstijlen als straatnaam, dat werd ook afgewezen. Wat Halsema, in ieder geval het stadsbestuur van Amsterdam, wel wilde, is dat die straten vernoemd werden naar leiders van slavenopstanden. Dat zag die commissie dus dan weer niet zitten. Kortom, een heleboel gedoe. En het lijkt er nu dus op dat het resultaat is dat er straks nummers komen in plaats van namen, als er geen oplossing is voor die tijd. Nou, wat een toestand. Esther, hoe luister je naar deze discussie? Als Amsterdammer. Ja. De nummers, dat is Manhattan-allure, toch? Misschien wel. Oh, dus jij ziet er wel iets positiefs in qua Nee, dat weet ik niet. Weet je. Het is wat in elk geval opvallend is. Het is dus iets waar de burgemeester heel erg een stempel op drukt. En dat is toch ook wel grappig om te zien hoe Halsema deze discussie nu voert. Ja, vind je daar ook wat van? Nou ja, het is een keuze om je als burgemeester op straatnamen te profileren, laat ik het zo zeggen. Okay. Willem-Jan, hoe kijk jij hiernaar? Ik zie een beetje stiekem lachen. Ja, mijn vader zat ooit in de straatnamencommissie. Dus ik weet een beetje hoe dat soort discussies gaan. Het gaat soms helemaal nergens over. Oké, en dat is dus, wat vind je dan wat van deze discussie dan over, hier over die straatnaam op Eiburg? Er zijn volgens mij belangrijkere zaken in het leven. Goed.